zijn ganse leven naar de volmaaktheid gestreefd. In het stille klooster stond broeder Seroxius daar, in gotisch schrift te schrijven aan zijn lezenaar. Zonder ooit te klagen heeft hij daar zijn plichten vervuld en boeken afgeschreven met heel veel monnikengeduld. De rijke edelieden die kochten dan veelal zijn werk. Hij vocht ook vele boeken voor klooster en voor kerk. Dit oud verhaal is heerlijk waar, ad hominem cangiorum. En wie het niet gelooft, die laat het maar. In secula seculo. Maar schrijven, schrijven, dat werd hem toch wel wat te veel. Hij ving reeds aan te klagen, welk droevig lot is mijn deel. Ik pijns dat het nu tijd wordt, dat ik eens schielijk bekijk. Hoe maak ik die epistels met vele tegelijk? Weken, maanden, jaren heeft hij toen gedupt en gedacht. Daarop die kloosterzolder werkte hij tot diep in de nacht. En zo luidt de mare, het lukte ook nog, want zie daar. Op een schone morgen, toen was zijn vinding klaar. Dit oud verhaal is eerlijk waar, ad hominem cangiorum. En wie het niet gelooft, die laat het maar. In secula seculo. Zijn schepping getoond aan de prins van zijn land. Hij schrok zich een kalotje, o rampspoed, het liep uit de hand. Omdat toen het elektriek nog heel gans niet bestond en hij dus geen contactdoos voor zijn stekker vond. Dit oud verhaal is eerlijk waar, ad hominem cangiorum. En wie het niet gelooft, die laat het maar. In secula seculorum. Negentien. 1965-1970. In het eerste lustrum werd de personeelsvereniging Renk Xerox Venray opgericht. In deze periode werd ook een ideeënbuscommissie geïnstalleerd en een werkgroep ondernemingsraad ging van start. Op 19 september 1968 hing aan de Maashezenweg de vlaghalfstok. Chester Carlson, de uitvinder en grondlegger van de xerografie, was overleden. In datzelfde jaar werd Renk Xerox Venray zelfstandig. Laten we niet vergeten dat in die tijd reeds de Renk Xerox All-Stars triomfen vierden.